Ik zei toch, glitter is niet goed voor je. Dit... Je ziet zo echt zo'n hoofdje. Ik ga stuk. Deze krijg ik absoluut niet aan. Nee. Dat kan niet. Kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik een kerstpashoekje shoplog opnemen. Ik denk dat heel veel nog een kerstoutfit nodig hebben. En zelf vind ik het ook heel erg leuk om te kijken wat er nou eigenlijk qua partycollecties in de winkels liggen. Dus vandaag ga ik naar Zwolle. Gaan we op pad naar kerstoutfit. En ik heb er zin in. Zelf heb ik echt een zwak voor glitterdingen. Dus als ik glitterjurkjes zie, glittertopjes of weet ik veel, hemdjes, moet ik me echt inhouden. Dus ja, ben jij benieuwd? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal. En dan gaan we snel naar Zwolle toe om te kijken of ze leuke kerstoutfitjes hebben in de winkel. Oh, zo excited. Oh, ik hoop dat mijn trein geen vertraging heeft. Want ik ga nu rijden naar het station. Lekker zo ook van onder, maar anders blijft het niet staan. En die vorige, hiervoor had vertraging. En dan heel vaak heeft de volgende ook vertraging. Maar staat nog niet op de reisplannen. Dus we gaan maar gewoon. Mocht hij wel vertraging hebben, dan blijf ik in mijn auto lekker warm zitten. Daar ben ik weg. Je ziet zo echt zo'n hoofdje. Ik ga stuk. Kijk hoe groot. Kijk dat? Nee. Oh wel. Oeps. Heel leuk. Goed, walgelijk licht. Maar ik ben in de Primark. En eerlijk, viel tegen. Viel echt tegen. Helemaal niet veel glitterdingen. Maar goed, ik heb wel 4 dingen gepakt. En dat is leuk als setje. Dus ik ga het even laten zien. Ik heb heel leuk deze. En die dacht ik, dat is leuk bij dit rokje. Alleen dit rokje was alleen nog maar een 38. En normaal heb ik een 36. Maar goed. En dan dit setje. Dit is ook een rokje. Die was alleen 34. Dus hopelijk die pas. Met deze trui erbij. Ik dacht, dat is wel leuk. Dus dit gaan we even passen. Ik heb het rokje nu aan. Ik dacht, ik hou even deze erboven aan. Dan kun je het beter zien. Maar een 38 past perfect. Hij valt best wel klein en strak. Dus ik denk dat de 34 niet eens gaat passen. Terwijl dat rokje, glitterrokje, echt leuk is. Maar dit is dus het rokje. Je kan hem daar van de achterkant zien. Ik vind hem wel heel kort, moet ik zeggen. Kijk, echt heel kort. En misschien met een trui dan over de knie vind ik dit wel heel leuk hoor. Maar hij is maar al 11 euro. Lekker zacht. Over de knie laarzen, trui erboven. Draag ik dat? Weet ik niet. Ik durf de trui erboven. Nou ja, en dit is de trui. Ik vind de trui niet zo mooi. Nee, dit draag ik sowieso niet echt. Maar ik dacht lekker glitterig, lekker kerstig. Het licht is trouwens ook echt heel lelijk. Want in het echte zit het gewoon een beetje camelbruin. En nu lijkt het grijsbruin. Wow, er zit iets... Oh, dat was een pluisje. Maar goed. Nee. Nee, ik doe dit niet. Ik vind het heel leuk met over de knielaarzen. Maar ik draag dit denk ik niet. Oh, en dit truitje is... 16 euro. Ik heb een XS aan. Maar hij valt zo. Volgende outfit. Die vind ik wel heel leuk. De volgende. Het is trouwens echt lekker rustig. Vaak op donderdagochtend gaan shoppen. Echt top. Deze krijg ik absoluut niet aan. Mijn hele achterkant staat open. Die rit. Heb ik echt een maat 36 of 38 voor nodig. De man van broek heb ik 36. Maar dit. Had heel leuk kunnen zijn. Maar... wordt hem niet. Nou ja, goed. Hij kan dus niet dicht. Dus ik ga stuk. Maar dit was anders het idee. Veel te strak.
ik kan niks. Hij mocht wel iets langer zijn. Het rokje is verder echt heel leuk. En het leek me dus heel erg leuk met deze trui. Ik moet zeggen dat ik deze trui wel echt vet leuk vind. Maar het een heel goedkoop stofje vind dat echt heel dun is. Dus ik denk niet dat ik het ga doen. Maar dit was anders echt een leuke outfit geweest. Met over de knie laarsjes. Helaas, dit is trouwens een maat XS. En volgens mij is die 16 euro. Heel leuk. Leuke trui. Aanrader. Rok. Heel leuk. Helaas moet je maten zijn. Is het bij mij niet. Anders had ik hem absoluut meegenomen. Heel jammer. Och, ik bal. Nou, dat waren de outfitjes bij de Primark. En dan gaan we door naar de volgende winkel. Geen idee wat dat wordt. We gaan het zien. Ik ben zojuist bij een hele mooie winkel beland. Sissy Boy. Alles goud. Alles mooi. Twee dingen. Heel duur. Heel mooi. Ik laat het zien. Niet mooi licht, maar deze trui met gouden sprinkles. En deze prachtige gouden jurk. Maar die is 130 euro. Ik ga het even passen. Heel leuk. Oh, hij is leuk. Dit is de trui. En ik vind dit gouden heel leuk. Het glittert heel erg, maar dat kun je niet zien. Het is een beetje gek licht. Maar dit zou ik zelf eigenlijk nooit zo snel dragen. Maar ik vind het wel heel leuk. 80 euro. Maat S. Twijfel. Wel leuk. Wat zeggen jullie? Ja of nee? Lastig. En dit is de jurk. Wauw. Heel mooi. Wauw, ik vind deze zo mooi. Wel heel duur, maar wel heel mooi. Dit heeft niemand, denk ik. Dit is een maat XS. Echt heel mooi, wauw. En ik zei het toch, glitter is niet goed voor je. Dit is een broek. Wijd. Heel vet. Ik kan me gewoon niet inhouden bij glitter. Dit glitterrokje. Dit pak. Dit jurkje. Dit topje. En deze gouden. Oeps. Oké, een beetje tegenlicht. Maar deze broek. Ik wil hem. Hij is perfect. Er zitten ook nog zakken in. Dat wist ik helemaal niet. Perfecte lengte ook. Wacht, hoe ga ik dit goed laten zien? Oké, je kan het niet goed zien. Maar heel mooi. Hier zie je het wel. Hij heeft alsof het een broek is. Met zakken. Volgens mij is deze 50 euro en ik draag een XS. Wauw. Wauw, 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 wauw. Dit rokje is ook heel leuk. Maar die ga ik denk ik niet doen, want ik heb al best wel veel rokjes. Maar hij is echt heel leuk. En dan met een riempje of zo. Er zit ook een elastieke band. Dus dat is ook top. Deze vind ik ook wel leuk, maar iets minder. Het is gewoon zo'n lange plissé rok in het zilver. En hij heeft hier een elastiek. Ik draag. Dan is dit de volgende outfit. Ik moet zeggen dat ik dit best wel heftig vind. Maar je rokje is wel heel leuk. Dit is een 34. Die mag zeker wel twee maat groter of zo. Of een maatje. En dit is een XS. En deze is volgens mij 40 euro en deze 25. Dan is dit het jurkje. En ik moet zeggen dat ik deze ook echt weer heel erg leuk vind. Hij heeft hier zo'n gekke plooi, zeg maar. Dat vind ik wel heel mooi. En hier sluit hij ook gewoon mooi aan. Alleen ik draag vaak goud, dus dan vind ik het alweer minder. Maar serieus, ga naar de kostes als je iets nodig bent. Zoveel leuke dingen. Ik kan het niet aan. Ik wil het allemaal. Oh, struggle. Ik ga sowieso die broek doen, die glitterbroek. En misschien die gouden rok van hiervoor. Maar deze is ook mooi en deze is in de sale. 40 euro en ik draag een XS. Ja, heel mooi. Is ook heel lekker stretch. En de laatste. Dit pak. Heel mooi. En dan met een jasje of zo. Past ook perfect qua lengte. Met hakken eronder. Goed, ik ben bij de Bershka. Harde muziek. Ik hoop niet dat ik geclaimd word door YouTube. Maar goed, dit is wat ik heb gepakt. Het waren wel leuke dingen, maar ik weet niet. Normaal heb ik echt wat ik een handvol heb. Wat ik net bij de Costco had bij de Bershka. Maar nu niet. Deze. Top. Met pofmouwen. Is een S. 16 euro. En dit topje. En dit is een M. En voor 8 euro. Ik dacht, misschien is die ook nog wel leuk bij de broek die ik net heb gekocht. Dus dat gaan we even passen.
Zo, ik dacht, ik doe gelijk even de broek aan van de Kostes. En het meisje die die broek aan had, had dus ook zo'n bijpassend topje erbij. Dus ik dacht helemaal, wauw, dat stond er zo mooi. Dus ik vraag van, nou, wat ligt het topje, weet je wel? Is dit die broek, welke maat heb jij? Ik was helemaal geobsedeerd. Heb ik heel dat setje nagekocht. Stond er echt mooi. En dat is dus dit. Dus ik heb dat niet laten zien, maar dit topje hoort er ook nog bij. Die heb ik dus ook gekocht. Deze broek met het topje. Dit is toch mooi. En ze had dan ook nog heel leuk zo'n kettingring, weet je wel, zo'n zilveren eromheen. Dus dat ga ik dan ook nog doen. Echt heel leuk. Het topje was volgens mij 40 euro. 35. En ik heb een maat S. De broek heb ik XS. En die was 50 euro. Dus ik was iets van 85 euro kwijt. Maar goed, dat is deze. En dan heeft hij hier zo'n heel leuk detail, zo'n knoopje. Ik ga nu verder met de items van de Bershka. En ik heb de broek aangetrokken zodat ik kan kijken of dat topje erbij past. Kijken of dat dezelfde glitterstof is, want dan vind ik dat wel een leuk setje. Heel eerlijk. Hoe kan dit? Hoe kan dit om? Er zit geen rits in, dit is helemaal geen rekstof. Ik ga stuk. Dit is een maat M, normaal heb ik een XS of een S. Het is gewoon niet rek te rekken. Ik ga stuk. Shit. Nou, dit wordt het niet. Ik ga ook geen XL pakken, dat vind ik een beetje overdreven. Het kan niet. En dit is het topje. Ik vind hem wel eigenlijk heel erg leuk. Maar ga ik dit dragen? Weet ik niet. Ik twijfel. Ik twijfel heel erg. Ik ga even hulp inlichten. Oké, wat zeggen jullie? Wel of niet? Ik denk dat ik het niet ga doen, maar ik hou hem in de gaten. Ik kan hem altijd nog halen. Dus dit was hem voor vandaag. Ik ga naar de trein. Ik weet niet wanneer hij rijdt, maar ik ga erheen. Verder zijn er niet echt heel veel leuke winkels. Ik heb veel gekeken, niet veel gevonden. En nummer 1, als jij een kerstoutfit moet scoren, is de Kostes. Echt, ga naar de Kostes. Echt heel mooi. Jammer van dat topje. Had ik heel leuk gevonden, maar helaas. Ik ga me snel omkleden. En ik zie jullie thuis. Dan was dit alweer de video. Ik hoop dat jij het leuk vond en er inspiratie uit hebt gehad. Ik vond echt dat er echt wel genoeg keuze is voor een kerstoutfit. Heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet dus niet te abonneren op mijn kanaal om de video's niet te missen. Deze week 3 video's. En ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!